Mijn naam is Fred Jonker. Ik werk bij Keur Bouw en Infra in Gouda. Een kennisnetwerk voor de bouwsector. Een kennisnetwerk voor de ontwikkeling van Nederland BV. En hoeveel mensen werken daar? Een man of 80 à 100 totaal. Ja. En hoe reist u naar uw werk? Meestal met de auto. En dan staat u veel in de file. Soms wel, ja, dat klopt inderdaad. Ja, heel lastig, heel vervelend, maar dan moet je mee leren leven blijkbaar. Hoewel. En uw werkgever, zijn er geen ideeën of initiatieven om dat mensen meer met de trein te laten gaan of anderszins? Die zijn er wel, maar waar we vooral aan willen werken vanuit de Keur, met het CROW in Ede samen, dat is aan betere bereikbaarheid. We hebben een thema dat heet blijvend vlakke wegen. En daarin willen we werken aan wegenbouwconcepten die je sneller kunt aanleggen met veel minder onderhoud. Dus meer asfalt? Niet meer asfalt, andere manieren van aanleggen. Geeft u eens een voorbeeld? Bijvoorbeeld een paal-matrassysteem, waarbij je palen in de grond aanbrengt, daar een matras overheen aanbrengt en asfalt daarover, is duurzaam, geeft weinig zetting, is snel aangelegd en voorkomt dus ook heel veel fileleed als gevolg van onnodig onderhoud. Maar dat betekent toch nog steeds meer asfalt? Nou, in plaats van zeg maar de bestaande weg verbeteren, kun je de bestaande weg ombouwen tot een weg die veel minder gaat zetten. Het geldt voor nieuwe wegen, voor verbredingen van wegen, ook voor bestaande wegconcepten. Een mooi voorbeeld is de N210 in Krimp aan de IJssel, door de Krimpen en Waard. Bestaande weg, moet een nieuwe weg worden gebouwd, volgens het concept paal-matrassysteem. Snelle aanleg, veel minder onderhoud als gevolg van verzakkingen. En dat is denk ik erg plezierig voor de bereikbaarheid van Nederland en binnen Nederland. Dus u bent vooral met technologie bezig en verbetering van de wegen. Maar de treinen of andere manieren om toch minder autoverkeer over die wegen te krijgen, wordt daarover nagedacht op uw werk? Binnen ons netwerk wordt er niet over nagedacht. We helpen vooral zeg maar, de bestaande structuren te verbeteren, dat daar minder last is van file. En uw bedrijf heeft dat stimuleert dat werknemers om met de trein te gaan of te komen fietsen, dat soort maatregelen? Individueel wel, niet als algemeen beleid. Dat niet, nee. Nee. Okay. Nederland in 2020, zijn er minder files? Ik hoop het wel. We moeten zien of dat lukt. Ik heb wel mijn zorgen erover. Maar wat je vaak ziet is, verbeterde wegen trekt meer autoverkeer aan. Dat is de praktijk in het verleden geweest. Dus ik hoop het van harte. Of het lukt, daar werken we met elkaar aan, denk ik. Ja, en hoe moeten we dan, stel je op die prachtige wegen van nu, hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat mensen ze toch minder gaan gebruiken? Ik denk vooral zeg maar, de verbindingen van openbaar vervoer op elkaar beter laten aansluiten. Minder wachttijden, betere mogelijkheden van overstap enzovoorts. Want daar zit de bottleneck. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja.